Kampioen Jong PSV trapt het seizoen af met de wedstrijd om de Supercup tegen bekerwinnaar Jong Vitesse AGOVV. Dit is Zakaria Labiat met een goede voorzet, de kans voor Jurgen Locadia. Maar waar hij tijdens de Ottercup aan de lopende band scoorde, mist hij hier vlak voor het doel van Sebastiaan van der Sman. Maar Jong PSV heeft in de beginfase het beste van het spel. Ibrahim met een hakje. Memphis Depay kan op van der Sman af en Depay scoort wel. Knap doelpunt en 1-0 voor Jong PSV. Lijkt wat te ver naar de buitenkant gedreven Depay, maar uit een lastige hoek weet hij toch te scoren. Jong PSV won ook vorig jaar de Supercup. Toen werd FC Utrecht met 3-1 verslagen. En nu leidt het dus al vroeg in de wedstrijd tegen Vitesse. Ibrahim met de paas op Jurgen Locadia. Nu dan! Dit scheelt niet veel. Veel nieuwe gezichten in het team van Marco Roelofsen. Zo speelde naast Depay bijvoorbeeld ook Michael Verkoelen achterin. Een jongen die afgelopen zaterdag nog op de bank zat. Tegen RKC Waalwijk. En hier laat Depay zich weer zien. Schuiver net naast de paal. Iemand Naya, hij de nieuwe aanvoerder van Jong PSV. En als Depay aan de bal is, dan gebeurt er iets. Passeert weer heel makkelijk wat man. Ibrahim op Zakaria Labiat. Die kapt naar binnen. Het schot in de korte hoek en de 2-0 voor Jong PSV. Het lijkt erop dat Van der Sman deze bal had kunnen keren. Het schot van Labiat is niet hard, maar het past precies. En zo staat het al 2-0 voor Jong PSV en heeft Vitesse nog geen één mogelijkheid gehad. Wellicht hier. Martso zit er goed kort op. Depay. Martso is doorgelopen. Mooie aanval. Wie is er voor de goal? Martso kiest voor Locadia. Die maait over de bal heen. Labiat wellicht nog. Die heeft iets te veel tijd nodig. Pinarki, de aanvoerder van Vitesse, grijpt in en vraagt aan zijn mannen: gaan we er nog iets aan doen vanavond? Rietsmaier centraal op het middenveld met Atiba Hutchinson, die dus minuten mag maken na zijn blessure. Martso op Ibrahim. Weer op zoek naar Zakaria Labiat. Ibrahim opnieuw. PSV snijdt makkelijk door de defensie heen van Vitesse. En daar is Labiat met zijn tweede treffer. En de derde voor Jong PSV. En wat gaat het dan makkelijk? Ook vorig seizoen won Jong PSV tweemaal eenvoudig van Vitesse. In Gent op de laatste speeldag van de competitie werd het 1-4. En eerder werd er op de hertgang met 4-0 gewonnen. Dat is het hier nog niet. Voorlopig moeten we het houden op 3-0. In de tweede helft. Labiat, terwijl Hutchinson in de ploeg is achtergebleven. Voor hem Younes Mokhtar in het veld gekomen. Labiat die denkt, ik probeer het maar eens zelf. Dan moet hij wel een keer schieten. Schot komt hier. Redding van Van der Sman. En zo gaat Jong PSV verder waar het in die eerste helft mee is geëindigd. Aanvallen. Verkoelen. Op Depay. Die loopt maar weer eens door de verdediging van Vitesse. Nou, ze maken het wel heel makkelijk, Memphis Depay. Maar Van der Sman werkt dit keer niet mee. Ospitalieri op Ibrahim. Ze krijgen allemaal heel veel ruimte, die spelers van PSV. Paasje op Mokhtar lijkt wat hard. Damasco kan uitverdedigen. Maar maakt dus zijn teamgenoot hier lastig. Bordouche zit ertussen. Nou, hij dan voor de vierde. Treft de paal. Jason Bordouche. Ook hij begon op de bank. Net als Younes Mokhtar dus. Bordouche kwam na een uur spelen in de ploeg voor Zakaria Labiat. Rietsmaier probeert het eens. Bal onderschept. En hier voor het eerst wellicht een kans voor Vitesse. Adnane Tigadouini. Met Marco Ospitalieri in de achtervolging. Tigadouini en de redding van Nigel Bertrams. Ook hij speelde een goede Ottercup. Bertrams krijgt in deze wedstrijd weinig te doen. Maar staat er als hij er moet staan. Een vrije trap dan voor Vitesse en opnieuw Bertrams. En zo mag ook hij zich nog even laten zien in deze wedstrijd. De kopbal was van Don Nandel Wormgoor. Maar het zijn allemaal slechts speldeprikjes van Jong Vitesse AGOVV. PSV de bovenliggende partij. En hier de laatste kans van de wedstrijd voor Jurgen Locadia. Had graag gescoord natuurlijk. De spits van Jong PSV. Van der Sman redt. Maar de belofte winnen voor de tweede keer op rij. De Supercup. En beter kunnen het seizoen niet beginnen. De beker voor aanvoerder Imad Naya. Uit handen van Willy van der Kuilen. Jong PSV dus winnaar van de Supercup voor belofte.
Ja, 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 ja